Het stormt, het giet van de regen, maar gelukkig weerhoudt het een heleboel mensen niet om hier naar Kasteel Doorwerth te komen voor de taxatiedag van Schatgraven. Die is aanwezig, hè? Ja, hè? Als klok. Beetje. Zo. Ja, ik vond hem zelf niet mooi. Niet mooi? Nee. Beetje te. Ja, veel ja. te. Waar hangt hij, normaal gesproken? Hij hing bij mijn oma. Ja. En toen kreeg u hem? Toen mijn moeder. Oh, toen uw moeder? En mijn opa heeft hem ooit bij een antiquair gekocht. Ja, en waar hangt hij nu bij u? Hij zit in de tas. En daar blijft hij ook voorlopig? Daar blijft hij. Ik dacht van, ik wil hem eigenlijk wel wegdoen. Dus toen wilde ik eerst weten wat hij waard is. Ja, dat is heel goed. Dat is heel goed. Ja. Doet hij het nog? Ja. Hij moet wel exact recht hangen, wil hij doen. Maar dan doet ook hij het. Dat is zo'n klok, hè? We bevelen hem vast eventjes aan. Ja, dit ligt er op tafel. De vraag is natuurlijk, wat is het eigenlijk? Ja, dat vroeg ik me ook af. Ja. U dacht dat het speelgoed was, hè? Ja, ik ging bij iemand gewoon zolderspullen ophalen. Gewoon wat speelgoed had ik nodig. En nou ja, neem maar mee, maar alles meenemen wat erin zit. En dit zat er ook tussen. Dus ja, deel bij mij in de lage legingen. Ja, neem hem toch eens mee. Wat maar het u is. Werd toch een beetje argwanend dat u dacht, wat zou het zijn? Want het ziet er niet echt uit als speelgoed, hè? Als ik zo er binnenin keek, vond ik het toch wel een beetje vies. Ik denk, Dus ik weet het niet. Dan misschien is het toch echt. Dus... Ja, dus u legde dat bij Simon. Op de desk? Ja. En wat zei Simon vervolgens? Leuk, zei ik. Dat is een tand. Zoals een potvistand. Een potvistand? Ja. Dan kijk je naar een potvistand. Ja. Je hebt twee soorten walvissen. Baleinwalvissen. Ja. En die zeven dus plankton. Je hebt niet dit soort tanden? Je hebt niet dit soort tanden. Die zwemmen voornamelijk in de noordelijke gebieden. En de zuidelijke halfrond komen voornamelijk de tandwalvissen voor, waaronder onder meer de orca, de killer whale, de moordende walvis. En die eten dus meer substantiële zaken. En de potvis is daar, de beroemdste potvis is natuurlijk de Moby Dick uit de literatuur. Kon echt happen. En die kon echt happen, dat is die kapitein die zijn halve been is kwijtgeraakt aan het dier. En geobsedeerd is door die witte walvis die zal en moet binnenkrijgen. En dat... Het is een droef en zeer dramatisch verhaal. Yeah. Wat aardig is met die potvissen, dat als ze gevangen waren, en dan waren er een heel rij tanden, 40 per kaakdeel, dus onder en boven nog een keer zoveel. Die waren van kleine tot zeer grote. En de grote die zijn wel zo groot. Dit is een middenmaat. Dit is een middenmaat, een kleinere soort. En wat de mannen dan deden, die aan boord van die schepen zaten... en die lang onderweg waren, die maakten scrimshaw. Dat wil zeggen, ze krasten in een gepolijste tand. Dus je glad maakte een afbeelding. En vaak was dat het schip waar ze op voeren. Ja. Dus de whaler, en dan kwam er een naam en een thuishaven Boston en een jaartal... En dat was aan de ene kant. En de andere kant, want die mannen zaten op zee... en die verlangden natuurlijk ook naar aangenaam gezelschap. Meestal een bevallige dame, schaars gekleed... die aan de andere zijde van de tand werd gegraveerd. Nu is het zo dat die scrimshaw-tanden, die zijn kostbaar. Die doen 2.500 tot 3.500 euro. Deze is uiteraard helaas niet gegraveerd. Ik weet werkelijk niet wat dit is, want... Dit is gelukkig een oude. En er is een wet, na 1947 mag je dat niet meer in bezit hebben. Dan moet het vernietigd worden. Maar deze is zo oud, deze potvis heeft hier geen last meer van... dat hij de ene tand mist. Hoe oud denk je dat hij is? Kan je dat... Nou, ik denk dat dit toch wel rond 1900, 1920 zal zijn.
Dus het is 100 jaar oud en dan is het oké. Okay. Wat zouden ze ervoor moeten vragen? Ja, dan moet je het op de marktplaats zetten en dan even uitzoeken wat de kiloprijs is. Het gaat gewoon om kiloprijs. Ja. En het fluctueert per dag. Ja, en dat zal niet heel veel zijn. Nee, dat is een paar honderd euro. Ja. Ja, toch leuk, toch? Ja, het is leuk. Nu heeft er een. Ja, nou, het is wel speciaal. Romantiek ten top. Prachtig doosje. Niet al te zwaar materiaal. Het is ook wat je ziet, die emaille stukjes, dat is allemaal op koper. Vrij dun. Dus het is een wonder dat het nog zo mooi gaaf is gebleven. Waarschijnlijk is het uit de kant van die Moorsers waar dit ooit gemaakt is. En het dateert zo'n beetje rond 1840, 1850. We zien hier aan de bovenkant een romantisch tafereeltje. En aan de zijkanten zien we ook allerlei landschapjes die eigenlijk vrij erg nogal overeenkomen met elkaar. Aan de voorkant is een sleutelplaatje. Het hele doosje is leuk. Van binnen is het ook nog wel leuk om even te laten zien. Is het een beetje gecapitoneerd. Hè, dus daar kon je iets kostbaars inleggen. Misschien een cadeau of iets. En wat is de waarde van deze doosjes? Ze zijn erg gewild, want het ziet er verschrikkelijk leuk uit. Het is niet zo heel erg oud, dus ik heb al gezegd, zo rond 1840. En de waarde die zou je kunnen stellen toch wel op rond de 1000 euro. Dat is een hoop plastic wat ik hier zie. Is het van u? Ja. Oh, wat is het? Een schilderijtje. U wordt er niet enthousiast van als het erover heeft. Ik moet er enthousiast worden. Denk ik. Maar... Dit is hem, hè? Ja. Een landschapje. Hangt het aan de muur? Ja. Oké. Van Oh, u weet ook precies wie het geschilderd heeft? Ja. En is er goede hoop op een leuk... Dat hoop. Kijk naar een, mag je rustig zeggen, een sierlijke vaas met zo'n ranke hals. En zo sierlijk en rank als die is, de afbeelding is tamelijk ruig. Grote klauwen zie ik, een draag zie ik, vuur zie ik erbij. Hij is van u? Hij is van de familie, ja. Van de familie? Ja. Ja, is het echt een familiestuk? Heeft het altijd in de familie gezeten? Het heeft altijd in de familie gezeten, ja. En tot waar? Uw moeder, nou, grootmoeder? Ik weet dat mijn oma, daar stond hij altijd. En hoe die daar ooit gekomen is, dat is mij niet duidelijk. Maar u bent opgegroeid met deze vaas? Ja, we zijn allemaal opgegroeid met de vaas. En nou staat hij bij u? Hij staat nu bij mij, ja. En nou wordt het hoog tijd om er eens achter te komen wat er nou precies bijzonder is aan die vaas. Toch wel eens weten van, wat is het nu? Is het Chinees? Is het wat anders? Ja, nou precies. U vindt het wel mooi, hè? Het is een mooie vaas. Ja, nee, dan zijn we het daarover eens in ieder geval. Ja. Fred, is het Chinees, is het Japans? Nou, het is Japans. Het is Japans. En de verzamelnaam voor deze kunstvorm eigenlijk is cloisonné. Cloisonné, mooi Frans woord, maar dat staat eigenlijk voor de techniek die gebruikt is, want het is namelijk emaille. Je zou denken dat het een porseleinenvaas is, maar het is emaille. Ze maken dus eerst de vorm van de vaas in koper, dat is gewoon glad koper. Dan vervolgens het motief wat ze willen maken, solderen ze in hele kleine koperen draadjes op die koperen vaas. Met een, dat is misschien een paar millimeter hoogte. En dan gaan ze dus al die openingen, die uitsparingen die je dan houdt, dat kun je hier ook heel mooi zien, die draadjes, die gaan ze opvullen met emaillepasta. Dus op kleur en die emaillepasta. Ja. Dat wordt gebakken. En dan wordt die vervolgens gepolijst. En dan krijg je dus die scheiding van die kleuren, dat het zo scherp wordt door die draadjes die ze dus gebruikt hebben. Wat een enorm werk. Dat is een enorm werk. Iemand heeft dus al die draadjes erop zitten solderen. Ja, zeg. En gigantisch werk. Zitten die er nog ergens in? Die zitten erin. Je kunt ze ook goed zien. Als je heel goed kijkt, zie je op deze klauw bijvoorbeeld, zie je grijs. Daar lopen van die kleine koperen draadjes nog doorheen. Tjo. Maar dat is dus allemaal opgevuld met emaillepasta, glad geschuurd, gebakken en dan weer helemaal glad geschuurd. En dan heb je deze vaas.
En waar was die dan voor bedoeld? Voor de export? Voor, nou, dit was een siervaas. Het is een siervaas. Het is dus wat ik al zei, een Japanse vaas uit de Meiji-periode. Dus zit je rond 1890 ongeveer, ja. Eind 19e eeuw. In die tijd hebben ze dit heel veel gemaakt en waren ze ook het beste hierin. Toen had je de mensen die het fijnste werk konden maken op dit vlak. Niet alleen op dit vlak, maar ook op metaalwerk, bewerking in Japan. En dat kun je duidelijk zien dat dit een van de fijnste metaalbewerkers is geweest die dit heeft gemaakt. Zo. Het is fantastische kwaliteit. Ja, dat is blijkbaar zo. En puntgaaf, heel belangrijk. Ja. Het is emaille, heel kwetsbaar. Je kunt je voorstellen als je daar een keer aan stoot, nou, dan vliegen de schilfers eraf en dan is die ook waardeloos. En hoe zou deze vaas, ja, je moet het is nog de vingerwerk natuurlijk, maar hoe zou die vaas nou in haar familie terecht, zeg ik ook? Ja, ik denk dat heel veel van dit soort dingen, wat ik tenminste vaak hoor, is dat dit soort objecten via Indonesië onze kant uit zijn gekomen. Ja. Heel veel mensen hebben natuurlijk in de kolonie gewoond, hè, in Indië natuurlijk destijds. En in 1948 moesten ze allemaal weg. Niet iedereen mocht zijn huisraad meenemen, maar veel mensen ook wel. Dus die sturen gewoon kisten met huisraad hier naartoe. En op die manier is heel veel van dit goed uit Japan en China bij ons hier in Nederland terechtgekomen. Ja. Want dit was niet bedoeld voor de export eigenlijk, niet als zodanig. Nee, nee. Ja, het is dus een bijzondere vaas. Een hele mooie vaas, ja. En hij is ook nog door een hele goede vakman. Ja, gemaakt, ziet er prachtig uit. Ja, het werk is heel mooi. Ja. Ja. Hoeveel kost zo'n vaas tegenwoordig dan? Ja, het is moeilijk te schatten, maar ik denk toch zeker 800 tot 1000 euro deze vaas. Ja, ja. 800 tot 1000 euro. Maar als ik zie wat die meneer daarvoor werkt. Ja. Ja, als je dat nu per uur zou moeten uitrekenen, dan kom je er niet aan. Nee. Dan krijg je hem niet voor 1000 euro. Maar ja, hij was er al zuinig op, hè? Ja, ja, hij staat helemaal rustig naast de kast. Ja. Wordt niet omvergelopen. Nee. Is het glas, is het metaal? Ja, het lijkt wel of het metaal is, hè, met die goudachtige kleur die we hier voor ons zien. Ja, deze drie stukken zijn gemaakt bij een fabriek die ook metaal produceerde. Dat is de Württembergische Metaalwarenfabriek, beter bekend onder de naam WMF. Ja, dit glas is dus in het maakproces, en we spreken dan over de periode tussen 1926 en 1936... heel modern eigenlijk voor zijn tijd, hè? In het maakproces is het voorzien van allerlei metaaloxides die op het glas zijn losgelaten. Mooie producten. De twee stukken dus die hier aan de zijkant staat en het grootste stuk, of het stuk aan deze kant, zijn ontworpen door Karel Wiedman. Die in het midden is onbekend, maar ook van WMF afkomstig. Er zijn mensen die het verzamelen. Ze zijn namelijk in allerlei modellen geproduceerd. En ik kan me er eigenlijk alles bij voorstellen. Want hoe feestelijk is het om zo'n kast vol te hebben met al dat glanzende glas. Waardes zijn best aardig. Zo'n klein stuk moet u toch denken aan tussen de 100 en de 150 euro. De grotere stukken lopen ook wel door naar de 200 en de 250 euro. Dat zijn mooie waardes dus. Het zijn stukken die trouwens ongesigneerd zijn. Dus vandaar dat ik ze wilde laten zien om enige herkenning te bieden voor u thuis. Carine van Kettwig Verschuur. Ben jij kasteelvrouw hier? Ik ben wel een vrouw en ik werk op een kasteel, maar ik ben geen kasteelvrouw. Ik ben de beheerder van dit kasteel of de manager, maar niet een kasteelvrouw, want dan zou ik hier wonen. En waarom woon je hier dan niet? Dus kijk, het ziet er fantastisch uit. Ja, dat is ook zo. Dat is ook zo. Maar ik woon zelf omdat ik hier werk. En ik graag mijn werk elders gescheiden houden. Ja, toch wel. En omdat het hier vaak heel druk is, hè. En ik, als ik niet werk, liever niet heel veel mensen om me heen heb. Nou ja. Wel gezellig aan tafel natuurlijk, maar... Wat is dit nou? Wat is dit nou? Je mag niet op die stoel zitten, hè? Okay. Nee. Ja. Daarom, weet je, het is helemaal niet gezellig, want je mag hier helemaal niet echt aan zitten. Want dit is de collectie die wij willen laten zien, om te laten zien hoe je hier in de 17e eeuw aan tafel had kunnen zitten. Ja. Met wat voor gerechten. En natuurlijk is dat niet echt, want anders zouden we hier elke dag verse producten neer moeten leggen. Het is wel bijna echt. Bijna echt. Het is bijna echt. Ja.
Ik zie een eland, ik zie een vet en een biezel. Je gaat me niet vertellen dat die hier in de omgeving ooit geschoten zijn, hè? Nee, waarschijnlijk niet. Ik denk dat dit zijn de trofeeën van de Nederlandse jagers die ze hebben geschonken, maar niet in Nederland hebben geschoten, maar toch hebben geschonken. Een soort open depot. Oké. Ja, dit is de zogenaamde herenkamer. Kijk, dus eigenlijk mag ik hier natuurlijk helemaal niet komen. Nee. Oh ja. En mag je wel aan de stoelen zitten hier? Hier mag je dus wel aan de stoelen zitten, omdat hier mogen we ook gewoon zitten als we willen. Okay. Dit is een ruimte die we ook verhuren. Dus hij zit zowel in de rondgang van het museum, maar als jij een leuke, of een leuke, of een spannende, of gewoon een vergadering hebt. Kan dat hier? Kan je hier heel, niemand sfeervol, die je hoort. Nee, dat denk ik ook eerlijk gezegd. Heel anoniem. Maar het is allemaal jacht, jacht, jacht. Ja. Klopt. Wat is het? Is dat hier, was het eerst hier? Het was natuurlijk sowieso een jachtslot vroeger. Oké. Okay. En het Nederlands Jachtmuseum was de eerste huurder die hier zich vestigde in dit gebouw. Voordat we iets vertelden over de geschiedenis van het kasteel of van de bosbouw. Nu is het Jachtmuseum geïntegreerd. Maar nog steeds worden ook de vergaderingen van het bestuur van het Nederlands Jachtmuseum hier gehouden. Keurig netjes hier aan de tafel, de bestuurstafel. Hartstikke mooi. Ja. Zijn er hier in dit enorme kasteel ruimtes waar het publiek niet mag komen, maar die wel erg leuk zijn om te zien? Die wil jij zien natuurlijk. Ja, ja, graag. Zo. Nou, hier is het echt wel spannend. En waarom komt het publiek hier niet? Vanwege dit soort hele smalle dingetjes, kan je dat niet maken of zo? Ja, nou, er is inderdaad niet heel veel te zien en hier bewaren wij ook spulletjes. Almachtig, netjes. Dit is een soort depot. Moet ik dat zien? Depot. Dit is een collectie van het Nederlands Jachtmuseum. Ach, kijk dan. Ja, en die moeten toch ook weer allemaal nog schoonmaken ieder jaar. Schoonhouden. Vriendelijk ratje. Leuk. Wow. Kijk dan, joh. Nou, meteen weer licht hier. Zo. Nou, wat een plekje, joh. Ja, het hele verre uitzicht hier vandaan. Nou ja, hier komt dus eigenlijk ook nooit iemand. Nee, eigenlijk maar je zou zeggen je dat komen. Het wel gebeurt. Want waarom schilderen jullie dit in vredesnaam? Er komt hier geen mens. Nee, nou ja, dat is dus wat wij doen, hè. Het behouden en beheren van de kastelen. En, ook als niemand het ook ziet. Ook als niemand het ziet. Nou, dan vind ik het leuk dat wij het eens een keer kunnen laten zien. Kijken naar een serviezen en als u goed kijkt, dan ziet u dat er eigenlijk iets merkwaardigs is aan het servies. Alles wat je ziet is net een tikje te klein. Dit is dan wel een soepterrine, maar laten we eerlijk zijn, hij is een beetje te klein. Maar goed, dan zie ik dat jij erbij staat en dan denk ik, oké, heeft met kinderen te maken. Tuurlijk, kinderen, en dat is het natuurlijk ook. Ja. Maar dat kinderen dit soort dingen ook hadden, was dit normaal dat je als kind zoiets had om mee te spelen? Nou, kinderen hadden altijd serviesjes om mee te spelen, maar het ligt helemaal aan het motief en wat voor materiaal het is. En dit is van Groe en dit was wel voor het iets luxere kindje. Dat mag ik aannemen. Ja, dat was wel zo. Want hoe vulden ze dan bijvoorbeeld de soep erin, de kok van de ik zal je zeggen, de kinderen waren toen ook wel heel voorzichtig. Je had geen plastic, dus je was heel gewoon dat dingen stuk gingen. Of het nu een pop was of wat dan ook, alles kon kapot. Dus je was daar niet mee, als we dat vergelijken met nu, kan dat ook niet. Maar die kindjes waren ook echt voorzichtig. En er werd mee gespeeld, niet zomaar door de week, maar op zondag. En met een verjaardag en met dat soort dagen, maar niet zo iedere dag als je naar school ging. Dit is wel heel erg leuk. Ik vind trouwens dat motief is ook leuk. Pottage 30 van Petrus Ragout. Het is ook een oud servies, 1899 ongeveer. Dus dan praat je toch over ruim 100 jaar, hè Peter? Ja. Waar is het gemaakt? In Maastricht, dus Petrus Ragout. Vaak zie je alleen nog heel veel borden. Maar schalen zijn weg, diksels zijn weg. Dus heel veel stuk. Ja. Dus dit is wel heel erg leuk. Ja, jus-kommetje, alles zit erbij. Ja, het is ook zo schattig, Als je probeert voor te stellen hoe die kinderen dan waarschijnlijk een volwassen maaltijd naspelen. Want dat doen ze dan natuurlijk. Ja, het heet een sauskot. Ja. Even naar die ziet er totaal anders uit. Ja.
Ja, maar dat is ook voor kinderen. Dat is ook voor kinderen. Dit is het wasstel. Dit begrijp ik wel, dat kinderen hier het leuk vinden om mee te spelen. Maar een lampet kan om daarmee te spelen? Ja, daar speelde je niet zo erg mee, hoor. Dat kon je ook gebruiken. Ja. Dus dat ging op je wastafeltje. En daar ging je in poedelen en wassen. En hier was natuurlijk je kammetjes en je zeep. En dat ging, en hier ging water in. Dat was echt toch wel een gebruiksvoorwerp. Ja. Dit is Duitsland. Wallervangen. Het is van Villeruim Boch. Het is ook vroeg, 1920. Het ziet er heel mooi uit. Prachtige kwaliteit. Ja, vergis je niet, in die tijd was het zelfs... Je had 120 fabrieken overal in de wereld. Villeruim Boch was echt een mooi product. En dit is, dat kun je ook zien. Het is wel een transfer, dus een plakplaatje. Maar dat had je ook al. Dit is 1920, wat ik zei. Heel mooi, gaaf, prachtig. Nee, ja... Het is uit een leuke familie. En maar ook dat ze die kinderen dat gaven. Maar ook een familie die wel een beetje geld had. Ja, want je ziet niet vaak een lampetstel voor kinderen. Nee, wel, dat het wat kleiner is van formaat voor volwassenen. Maar dit is echt voor kinderen. Ja, en niet kapot, hè? En niet zo, mijn kind niet zo. Nee, dat vind ik wonderlijk. Maar ik weet niet anders dan dat het eigenlijk bij mij de laatste 30 jaar alleen maar op zolder heeft gestaan. Ja. De kinderen in een doos. In een doos. Ja, dat is wat. Maar dat is aardewerk en dit is porselein. Ja. Kan je de prijs aan hangen? Ja, dat kan ik wel. Dit is zo mooi compleet en daar wil ik toch een prijs aan hangen. Het is bijna 100 jaar oud. Dat doe ik toch voor €200. En het servies, daar zie je er veel meer van. Maar dan ga ik toch met... Ik heb even gekeken wat het de omvang. En heel veel mensen zoeken nog net die terrine of zoeken nog net dat. Dus als je dit op een veiling zou zeggen... dan brengt het in ieder geval een €225 op. Ja, ja. 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 Maar het is... ik vind dit het leukste. Ja, dat is duidelijk. Dat is wel heel schattig, hè? Ja, ja. Ja, dit als je is wel heel leuk. Vroeger die vitrinekast in de keuken had... dan zou dit leuk zijn om erin te zetten als show. Maar dat is niet meer... Ja, is nog wel. Dus u weet eigenlijk niet goed wat u ermee aan moet? Nee. Voor mij ziet u twee objecten staan. Dat zijn cloisonné-objecten, een dekselpot en een vaas. Cloisonné klinkt heel mooi, is een Frans woord natuurlijk, maar dat betekent eigenlijk de techniek van deze twee objecten is als volgt. Bijvoorbeeld dit vaasje wordt gevormd in koper. Dan worden daar dus allemaal draadjes op gesoldeerd, gesoldeerd eigenlijk, koperen draadjes. En die worden dan allemaal gevuld met emaillepasta. En dat wordt dan natuurlijk gebakken en dan wordt die gepolijst en dan krijgen we dit effect. Het is een heel bewerkelijk procedé, het is heel moeilijk om te maken eigenlijk. Het vereist ontzettend veel vakmanschap om dit te kunnen doen. Deze dekselpot komt uit China. Dit vaasje komt uit Japan. Dit vaasje komt uit de Meiji-periode. Dus dan praten we over eind 19e eeuw. De eigenaar heeft mij verteld dat hier twee van zijn. Dus als het een stel is in deze kwaliteit en punt gaaf... dan praten we toch over €350-400 voor zo'n setje. En deze dekselpot, de Chinese dekselpot, die is iets later. Die schat ik zo in uit de 30e jaren... daar is er één van. U ziet ook, hij is iets grover gemaakt dan deze. Deze, het Japanse, is meestal iets fijner. Eén schat ik in op €100-150 ongeveer. Het glimt fantastisch, maar het is eigenlijk nog mooier. Ja, dat kan je thuis niet zien, maar het is ook behoorlijk zwaar, dit mandje. Het is van u, mand, zeg ik. Het is niet officieel van mij, maar ik ben er wel mee hier. U bent er absoluut hier mee gekomen, ja. Wat weet u hiervan? Nou, eigenlijk niet zo heel erg veel. Het enige wat ik weet is dat hij heel oud is. En dat hij van voor de oorlog heeft een oud-tante heeft hem gekregen. Oud-tante van mijn vader. En van wie heeft hij hem weer gekregen? Ja, dat weet ik niet. Dat is niet duidelijk. Dat vertelt de historie dat vertelt de historie niet. Nee, en mijn oma heeft hem een poosje in het bezit gehad. En En wordt hij gebruikt? Nee, hij wordt niet meer gebruikt. Nee, er heeft een hele poos appels en peren en sinaasappels en mandarijnen in gezeten. Maar hij wordt verder niet meer gebruikt. Hij staat ergens als sier? Hij staat in een kluis. In een kluis. Ergens, gewoon weggedaan. Even uit het zicht. Ja.
Ja, ik zou bijna zeggen, is dat terecht, Remy? Doodzonde. Ja, kijk, dit is nou echt een tafelsieraad. Als u... Toen u kwam er mee aan in een plastic zak, u zette het op tafel. Ik dacht, hé, een broodman. En alleen aan de bonk hoorde ik al van, hé, u maakt mijn dag goed. Dat is echt, hoor. En u haalde hem eruit, ja, dan schrik je gewoon. Het is echt super. Super, super, super. Als ik begin over de tijd, hij is uit 1747. Gemaakt in Utrecht. Ik heb in de gauwheid nog niet de meester kunnen ontdekken. Maar het is echt... Gewoon, in die tijd heeft dit ook de hele wereld mogen kosten. Als je kijkt, dit soort handvatten die eraan zitten... normaal is dat qua gewicht nog niet de helft. En het materiaal aan zilver, het is helemaal handgezaagd, helemaal handgedreven. Als ik alleen die bodem al... Kijk, als je dat ziet, ja, al die hamerslag die erin zit... die is gewoon uit een plaat gemaakt om hem rond hier te krijgen. Waar dit gietwerk, dat dikke werk, dat is gietwerk... maar dit is allemaal zaagwerk en graveerwerk. En om dat mooi erin strak in die bodem te kunnen krijgen. Dit is qua vaktechniek is het geweldig. Echt super. Ja. Hoort het bij iets groters? Ja, men, vroeger had je natuurlijk echt enorme diners. Ja. Ik bedoel, dit komt niet uit een rijtjeswoning van uit die tijd. Ja. Dus vroeger had je dit en de kandelaren erbij. Als je die Lodewijk 15 kandelaren erbij met ook even een beetje zo dat rococo, wat dit ook heeft. Ja, het is echt helemaal het einde. Mooi. Nou, we kijken dus naar een schitterend stukje vakmanschap. Ja. Van een tijd geleden, potverdrie. 1747. Ja. Van een Utrechtse maker. Er zijn er ook al niet heel veel van. Nou, ik denk als u deze in de pan... Die komt binnenkort, die grote beurs, verzamelaarsbeurs. Ik denk dat u, als u daar in vergelijkbare tegel zou kunnen komen... zit u zo om en bij de 20.000, 24.000 euro. Zo. Okay. Daar lagen die peren in. En daar lagen die peren in, die appels in. Ja, ja, maar dat is... En brood. He, als je 24.000 euro. Ja. Ja, dat is, daar kijk ik niet van op. Dus misschien zelfs meer? Ja, als je de goede, ja, ik bedoel, als je, nogmaals, ik heb niet de tijd gehad om... Ik heb mijn boek Utrecht Zilver niet bij me, dan zou ik de meester kunnen nagaan. Maar Utrecht heeft niet veel gemaakt, dus dat is al zeldzaam. Ja, ja. Dat is mooi. Ja, ja. Wie gaat u blij maken? Wie ga ik blij maken? Niemand. Nou, ik ga hem gewoon netjes weer teruggeven. En dan... blijft hij, denk ik, in de familie. Ja, als je er geen brood voor hoeft te kopen... Nee, om nee, zeker te niet. Kunnen doen, nee, dan zeker zou niet. Ik hem houden. Okay. Dat is het schilderij, hè? Het landschapje. Oh, ja. Wat zei ze ervan? Nou, aardig dingetje van meneer van Londen, Ben van Londen. Ja. Ooit ook een vals schilder geweest. Dat hoorde ik net. Ja. Dat wist ik niet, maar dit is bij de uiterwaarde hier bij Wageningen Renkum. Nou. Dat is toch wel leuk dan, ja, hè? Ja, ja. Dat is toch wel leuk. Hij schildert hier veel, hè? Ja. Hij komt schermen uit Wageningen. Dus, ja. En hebben ze nog een waarde eraan toegekend? 50, 700 euro. 50 of 700 euro. Ja. Nou, dat is niet zo slecht, hè? Ja, ja. Nee. Het ding is, vind ik erg leuk, als hij dan ook uit de buurt komt. En dit is dus wat je hier buiten kan zien, hè? Ja, ja, ja. Dat zijn de aardige dingen. Eén van de velen van Schatgraven. Tot volgende week.